Hey, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video ga ik proberen een week lang alleen maar veganistisch te eten. Dus ben je benieuwd hoe dit eraan toe gaat? Blijf dan zeker verder kijken. Oh my god, dit is zo lekker. Helemaal vegan. Wat? Je zou je misschien afvragen, waarom zou je deze challenge doen? Nou, ten eerste ben ik gewoon heel erg nieuwsgierig hoe het is om vegan te zijn en hoe je je dan voelt en zo. Daarbij denk ik dat je ook heel veel leert over wat je eigenlijk allemaal in je lichaam stopt. Want als je vegan bent, moet je wel kijken of wat je gaat eten wel vegan is. Dus dan let je veel meer op wat je eet, denk ik. Dus ja, normaal eet ik wel gewoon altijd alles. Ik eet niet zo heel veel vlees, want ik hou niet zo van vlees. Ik hou wel van kip en van sushi en daar zit dus heel veel vis op. Dus dat eet ik normaal gesproken wel vaak. Maar voor de rest denk ik niet dat het heel erg moeilijk is. Ik denk dat het meer moeilijk is dat je niet zomaar alles kan eten. Dus ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Laten we maar gewoon snel beginnen met het eerste vegan ontbijt. Ik begon deze vegan week met een supergezond ontbijtje, namelijk een groene smoothie. Er zit bevroren spinazie in, bevroren avocado, een half citroen en een Granny Smith appel. Oké, zo is die geworden. Ik deel deze best wel vaak, dus ik weet hoe die smaakt. Super lekker. Ik had nog een beetje over, dus dat is voor mijn moeder. Kom op. Dankjewel, lieverd. Lekker. Super lekker en gezond. Super lekker ontbijtje, maar ik ga zo wel naar de Albert Heijn, want ja, ik heb eigenlijk nog meer honger als ik dit op heb, denk ik. Oké, ik ben terug van boodschappen doen. Dit heb ik allemaal bij de Action gehaald. Dat was echt super goedkoop. Dat was wel een aanrader. Allemaal vegan dingen. En dan dit heb ik allemaal bij de Jumbo gekocht. Nou, het is nu 10:30 en ik had om 9:00 of zo die smoothie al gedronken. Dus ik heb nu wel trek in iets eten. Dus ik heb hier rijstwafels met pindakaas en pijnboompitten. Oké, nou ik heb net die wafels gegeten en die waren echt heel erg lekker. Alleen ik heb nu al een beetje een struggle, want zeg maar, een reden dat ik niet vegan wilde eten is omdat ik het gewoon zo vervelend vind met uit eten gaan. Want ik ga best wel vaak uit eten en bijvoorbeeld vandaag ga ik ook uit eten. Ik ga lunchen met mijn vriendinnen en het is gewoon niet leuk, want ik heb net op die kaart gekeken waar we gaan lunchen en er is gewoon niks vegan. Ik ga gewoon dus een andere oplossing doen en dat is namelijk alvast eten voordat ik ga. Wat ik wel heel erg jammer vind, want ik wil ook gewoon lekker daar lunchen. Maar ja, we doen natuurlijk een week vegan. Ik heb het nu al moeilijk, maar ja, het maakt niet uit. Ik ga lekker een avocado toast eten en dat vind ik ook heel erg lekker. Dus ja, dat ga ik dadelijk gewoon maken voordat ik met hun ga. Oké, dan is dit de lunch. 2 boterhammen. Met dan heb ik deze hummus met avocado erop gedaan. En avocado natuurlijk. En een paar walnootjes erbij. Dat vind ik heel erg lekker. En zout en peper. Oké, jongens, we zijn er. En kijk wat ik heb. Dit is vegan. Dat is vegan. Alles is vegan. Ik heb dus zonder kaas gevraagd. Stop. En al deze hebben niet vegan. Kijk hoe niet vegan. Kijk hoe niet vegan. Kan echt niet. Maar ja, eet smakelijk. Dankjewel. Het is nu iets van 5:00 en ik ben weer thuis. Het was super gezellig. Het was wel een beetje awkward bij het restaurant. Want zij namen dus allemaal carpaccio. En ik zei echt van, ja, mag ik die nachos met 2 keer guacamole in plaats van kaas? Ja, dat was een beetje awkward. Maar dat was wel gewoon super lekker en super vegan. Dus dat was top. Als avondeten had ik deze heerlijke salade en I know, het ziet er niet super smakelijk uit, maar het was het zeker wel. En een tip voor als je salades wil eten, maar je vindt het niet zo lekker, stop dan iets warms in je salade. Wat ik bijvoorbeeld hier heb gedaan is broccoli en champignons door mijn salade heen, wat een beetje warm is, dus daarom maakt het veel lekkerder. Ik neem in de avond neem ik altijd deze groene thee. Die is natuurlijk gewoon vegan, dus die neem ik vandaag ook. Maar normaal neem ik deze krakelingen. Maar deze week neem ik natuurlijk deze notenbar. Nou, ik ga nu dus de notenbar proeven. Ik heb er nog nooit op. Dus even proeven wat lekker is.
Goed werken. Dit is het ontbijt van vandaag. Oh my god, dit is zo lekker. Het is gewoon letterlijk een havermout met chocola. Het is helemaal gesmolten chocola. En dat is gewoon deze vegan chocola. Ik heb deze kruiden erin gedaan. Lijnzaad en chiazaad, want dat is gewoon super gezond. Ik heb er nog van deze pumpkin seeds in gedaan. Walnoten. En natuurlijk heb ik het gemaakt met ongezoete amandeldrink. En deze zijn zo fijn. Het hoeft gewoon maar 2 minuten in de magnetron. En dan heb je gewoon het super heerlijke gezonde ontbijtje. Als je van chocola houdt, dan is dit gewoon zo'n goede aanrader. 100% vegan. Dit wordt sowieso mijn nieuwe lievelingsontbijt. Toen had ik het geweldige idee om iets te gaan bakken, genaamd Salted Peanut Butter Oatmeal Blondies. En ik heb geen idee wat dat in het Nederlands is, maar ik zag het recept en ik dacht, dat moet ik proberen. Dus daar ging ik. Dit zijn alle ingrediënten die je ervoor nodig hebt, maar ik zal het linkje van het recept in de beschrijving zetten voor als je het ook wil maken. Zo zag hij eruit voordat hij de oven inging. Dan doe je hem 25 minuutjes in de oven en dan komt hij er zo uit. Oh my god, dit is zo lekker. Helemaal vegan, wat? Omdat ik al heel veel had gegeten van die blondie, had ik helemaal geen zin meer om te lunchen. Dus ik had deze lekkere snack gemaakt. Gewoon 2 rijstwafels met avocado hummus en zonnebloempitjes. En een maiskolf, die ik trouwens echt niet charmant kon eten, zoals je kan zien. Ik ben hier met Sofietje, mijn beste vriendin. Zij hebben in Albert Heijn, want ze gaan voor mij vegan koken. Dus we zijn bij de groenten natuurlijk, vegan. Dus jullie zullen zo wel zien wat we gaan maken. Yeah. Kijk hoe handig. Bij de Albert Heijn hebben ze gewoon overal van die vegan bordjes. En dan weet je gewoon gelijk bijvoorbeeld welke groep je kan nemen. Kijk, deze 2 groepen is dus niet vegan en deze wel. Het vegan avondeten werd gemaakt door mijn vriendin. Dus shout-out naar Noora voor het maken van deze heerlijke vegan mee met groenten. En voor de vegan kipnuggets natuurlijk. Oké, de mee die Noora aan het maken is, die is helemaal vegan. Er zit alleen maar groenten in. Maar hier hebben we dus apart garnalen. En voor mij hebben ze dus aparte kipstukjes. Dat is super lief. Woe, dankjewel! Zo lekker. Voor dit ontbijt had ik gewoon weer hetzelfde ontbijtje als gisteren, omdat die gewoon echt super lekker was. Het is echt jammer dat het er niet zo heerlijk uitziet, want het is wel echt heerlijk. Deze dag had ik echt super slecht voorbereid, want we waren in de ochtend naar mijn oma gegaan, want die was jarig. Maar ik mocht helemaal geen gebak eten, want dat was allemaal niet vegan. Dus dan heb ik maar deze notenbar gegeten. Ik ben nu bij Miguel thuis en ik eet lekker deze crackers. Gefeliciteerd oma. Dankjewel schat. Als avondeten gingen we Chinees bestellen en gelukkig hadden we daar wel heel veel groenten. En ik had ook nog een maiskolf, maar ik had echt super veel honger. Want ik had dus echt veel te weinig gegeten deze dag, omdat ik dus niks had voorbereid. En je kan als vegan niet zomaar alles gaan eten. Dus ja, dat was niet zo slim, maar ik heb wel heel gezellig gegeten met mijn familie. Deze ochtend besloot ik vegan pannenkoeken te gaan maken als ontbijt. Zo zag het beslag eruit. Ja, het leken gewoon normale pannenkoeken. Als toppings heb ik deze vegan chocola gebruikt en verder chiazaad, lijnzaad en walnoten. Ze zagen er dus hetzelfde uit als pannenkoeken, maar ze smaakten ook precies hetzelfde. Ze waren echt super, super lekker. Ik zou ze zeker aanraden. Voor lunch ging ik een groentewrap maken. Dit is dus uiteindelijk de lunch. Super lekker. Ik heb er gebakken uitjes op gedaan, hummus. En ik heb zoveel zelf nog over. Dus misschien neem ik dadelijk nog een wrap. Maar eerst ga ik deze even opeten. Oh my god, het ruikt zo lekker. Zeker een aanrader. Ik zal het zeker nog een keer maken. Alles tot nu toe. Ik moet wel zeggen dat alles tijdens mijn vegan week echt heerlijk is. Ik moet wel meer koken. Want ik zou dit nooit koken. Maar dan heb je ook wel echt lekker eten. En gezond.
Ik had nog lekker veel groente over, dus ik neem lekker nog een wrap. Want ze zijn echt heerlijk. Als avondeten ging ik een vegan pokeball maken. En ik hou echt heel veel van pokeballs. Wat ik erin deed was witte rijst, zoete aardappel, avocado, mais, broccoli en champignons, geraspte wortel en gebakken uitjes en sojasaus, wat ik allemaal echt heerlijk vind. Dus dit is echt een van mijn lievelingsmaaltijden. Op vrijdag had ik dit ontbijtje van allemaal leftovers, maar dat was echt heerlijk. Oké, het is dus vandaag vrijdag en elke dag heb ik een beetje gewoon mijn eten gefilmd en zo. Ik ging niet helemaal vloggen omdat het anders gewoon veel te lang duurt als ik een hele week heet het ga vloggen. Maar nu ga ik wel iets heel erg leuks doen. Ik ga namelijk naar de vegan junkfood bar. Nou, als ik een keer vegan ben, wil ik ook wel een keer lekker junkfood eten. Dus dat ga ik zo meteen doen. Ik ga met mijn vriendin Selena naar Rotterdam en dan gaan we dus vegan junkfood eten. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb er echt heel erg veel zin in, dus laten we maar gaan. We zijn hier, we hebben het gelinnen. Ja, lekker te eten. Kijk wat ze heeft. Een hele roze burger. Zo'n Daddy McChicken. Kijk, zelfs bacon. Wat is dit? Wat bacon. Is bacon wat vegan is. Kip wat vegan is. Alles is vegan. En ik heb deze Caesar salad met vegan kip. En nog wafel friet. Oké, jongens. Selena's eerste vegan burger ooit. Oh. Is het lekker? Ja? Mm-hmm. Oké. Okay. Hey, jongens, dit is de vegan Caesar salad. Nee, man. Oh. Lekker? Ja, ik ben wel top. Ja, toch wel? We hebben nog dat. Een soort van. Die is echt lekker ook. Ja, lekker? Ja. Nou, ik wou dus even mededelen dat het is wel lekker, maar het is wel echt een mindfuck. Want je ziet deze bacon, als je het proeft, zeg maar, het smaakt wel naar bacon, maar net niet 100%. Dus dat is echt zo'n ding voor mijn hoofd. Maar het is wel lekker. Maar het is wel lekker. Oké, top. Nou, we zijn dus uit de vegan junkfood bar. Ik vond het wel echt super lekker, jij? Ja, ik ook wel, maar het is niet iets wat ik normaal gesproken doe. Maar nee. Ik vind het oké, we hebben ook een snoepje gekregen. Ja, dus, Napoleon, die zijn dus vegan. Dan weten jullie dat ook weer. Maar ja, ik vond het wel echt super lekker. Dus ja, ik zou er wel nog een keer in gaan. Het is daar gewoon best wel gezellig. Dus ja, zeker gaan. Als avondeten had ik nog een wrap die ik over had van gisteren. Met heel veel lekkere groenten en nog zelfgesneden patat. Ik heb een raketje nu, want raketjes zijn dus vegan, dus die kan je nu lekker eten. Als ontbijt had ik deze dag een smoothiebowl gemaakt. Yeah. Oké, dus de eerste keer dat ik dit ooit eet. Een smoothiebowl. Maar het ziet er wel heel lekker uit. Super lekker. Oké, we zijn hier bij een sushi restaurant waar ik altijd naartoe ga. Maar vandaag moet ik dus vegan eten hier. Dus ik vind het niet zo leuk. Dan kan ik heel veel lekkere dingen niet eten. Maar ja, ik ga zo meteen wel even laten zien wat ik allemaal wel kan eten. Deze sushi mag ik wel eten, want dit is crunchy. Dus die is helemaal vegan. En zo is hij zo vegan. Dus. Ik heb hier veggie rijst met allemaal groenten. Jongens, ik heb hier mijn eigen vegan pokeball gemaakt. Met zoete aardappel, champignons, allemaal lekkere dingen. Ik heb hier echt zin in. We zijn nu weer terug van bij Hanna. Het was echt heel lekker. Ik miste wel een beetje die garnalen en die kip sushi. Maar ja, zo erg was het ook weer niet. Want ze hadden wel echt die heerlijke crunchy. Dat is echt sowieso mijn favoriet daar. En die is gewoon vegan. We hebben vegan Magnums. Oh my god. Hij ziet er wel gewoon hetzelfde uit als normale Magnum met nootjes. Want die vind ik altijd het lekkerst. Hij proeft wel anders. Maar wel lekker. Ik denk dat ik die normale wel lekker vind. Maar hij is wel echt heel lekker. Ik neem ook lekker eventjes dit vegan ijsje. Die heb ik ook bij de Albert Heijn gekocht. En we gaan nu een film kijken. Ik heb hier twee bagels. Ik eet altijd bagels als ik bij Miguel ben. En hierop zit avocado en hummus. En hierop zit deze
lotus speculoos. Dat is dus vegan en dat vind ik echt super lekker. Dus dat heb ik op deze. Dat ga ik nu lekker opeten. Het is echt super leuk, want Miguel gaat nu dit recept voor mij maken. Dat is een recept van de Albert Heijn. Gewoon een AHA vegan pasta. Ik ben echt super benieuwd. We hebben alle ingrediënten daar gewoon gisteren voor gekocht. En dat gaat hij nu dus maken. Dus ik ben heel erg benieuwd. We hadden als toppings nog edelgistvlokken erop gedaan. Dat smaakt een beetje naar kaas. Dat is echt heel erg lekker. En nog oregano. Is het lekker? Als allerlaatste vegan snack had ik deze Doritos en het zijn mijn lievelings Doritos. Dus ik was super blij verrast dat die vegan waren. Dus die heb ik lekker gegeten met mijn broertje. Nou, we zijn nu dus aangekomen bij het einde van deze vegan week. Dus bij de conclusie, wat vond ik er nou van om vegan te zijn? Nou, als eerste ben ik best wel verrast van wat je eigenlijk allemaal kan eten. Aan het begin dacht ik, dit kan je niet eten, dit kan je niet eten, wat moet ik dan wel eten? Maar ik heb dus echt geleerd dat als je je goed voorbereidt, dat je juist heel lekker kan eten. Ik heb veel lekkerder gegeten dan als ik niet vegan eet eigenlijk. Want als ik niet vegan eet, dan bak ik gewoon altijd iets uit de kast. En als ik wel vegan eet, dan ga ik echt helemaal koken. Dus dan eet ik veel verser eten, dus veel lekkerder eten. En daardoor heb ik ook heel veel leren koken, wat heel erg fijn is. Maar of ik echt vegan kan zijn, waarschijnlijk niet. Zeker niet in de leefstijl waar ik nu in leef. Ik woon gewoon nog thuis. Mijn ouders koken altijd voor me. En ik ga ook best wel vaak uit eten. En daar wil ik ook gewoon eigenlijk eten wat ik wil eten. Maar ik vond het echt een hele leuke ervaring. Ik heb er dus heel erg veel van geleerd. En de recepten die ik deze week heb gemaakt waren echt zo lekker dat ik die zeker blijf maken. Waarom zou ik ook normale pannenkoeken maken als ik ook gewoon vegan pannenkoeken kan maken die gewoon hetzelfde smaken? Wow, dat ruimt. Maar ja, dus die recepten blijf ik zeker nog maken. Die waren echt heel erg lekker. Ik hoop dat jullie deze video ook heel erg leuk vonden. Als je dat vond, doe dan zeker een duimpje omhoog. En laat zeker in de reacties weten of jij wel eens vegan bent geweest of vegetarisch. Of als je dat nu bent. Vind ik heel erg leuk om te lezen. Vergeet zeker ook niet te abonneren op mijn kanaal als je dit soort video's leuk vindt. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie in de volgende video. Doeg!